IAM Gold Rosebel Gold Mines heeft per 15 augustus de uitbetaling aan 325 contractors stopgezet. In een persbericht geeft het goudbedrijf aan dat ze daartoe genoodzaakt was vanwege omstandigheden waar ze geen invloed op heeft. IAM Gold zegt dat uit veiligheidsoverwegingen het management ertoe moest overgaan de mijnoperaties met onmiddellijke ingang op te schorten. Dit was het gevolg van het incident dat zich op 28 juli heeft voorgedaan, waarbij een dode viel. Momenteel vinden slechts de mill- en campactiviteiten voortgang. Alleen personeel dat noodzakelijk is voor die werkzaamheden is aanwezig op het bedrijfscomplex. In het persbericht wordt aangegeven dat de situatie nog geen financiële gevolgen heeft voor het personeel in dienst van Rosebel Gold Mines. De groep die wel de consequenties ervaart is de groep van 325 contractarbeiders. IAM Gold hoopt op korte termijn de bedrijfsactiviteiten te kunnen hervatten.